Op de vakantiebeurs in Utrecht kan je op verschillende manieren kennis maken met Suriname. Een hele speciale manier is via het Surinaams eten. In deze aflevering van de radio- en televisiespecial over de vakantiebeurs in Utrecht neemt verslaggever Sam Jones een kijkje bij de enige Surinaamse eetstand op de beurs. Er wordt al carnaval gevierd op de vakantiebeurs onder het toeziend oog van enkele belangstellenden die heerlijk bami aan het eten zijn. Van niemand minder dan Patrick Rashards Catering. Vandaag heb ik de barbecue hoog gehouden. Ik vind gewoon als ze naar Suriname gaan, moeten ze een lekkere barbecue gegeten hebben. Dus ik heb barbecue kip op drie manieren gedaan. Ik heb het in een broodje, ik heb het als een filet met cassava en patat. Ik heb het bij de bami. En daarnaast heb ik ook nog roti, onze belangrijkste gerecht kan je zeggen. En wat heb ik nog meer? Ik heb een lekkere pastijtje, want ik ben Caribisch, hè, dus ik heb een Italiaanse pastijtje. Ik heb een cinnabon. Als je me zegt wat mijn grootste hype is, barbecue. Als ze bij mij komen, worden ze super blij en dan vragen ze zichzelf af hoe zal het smaken in Suriname als het hier al zo lekker is. Wat is het verschil tussen wat jij doet en wat Suriname doet? Nou, natuurlijk is het in Suriname veel lekkerder als ik daar kook, hoor. Zeker. Ik vind gewoon, als je in Suriname bent, ben je in de omgeving. Je bent thuis. Je hebt de juiste kruiden, je hebt de juiste mensen om je heen. Je bent blij. Dan jij ziet morgen toch. Het is veel lekkerder. Kom je er altijd bij Patrick's Catering? Ja, vandaag wel. Ik doe het elk jaar. Ik kan elk jaar weer opnieuw. Wat is zo bijzonder? Ja, de smaak. Heerlijk. Ja? Vandaag ga ik hem proeven, dus iets later voor het kan eerst. Ik... Ja, voor het eerst, ja. Het is een beetje fusion geworden bij mij. Ik wil ook veel meer mensen bereiken. Maar ik heb de Surinaamse taste erin gelaten. Het authentieke. Dat wat Patrick schreef. Dat is erin. Dat blijft er ook erin. Hoe ziet de toekomst er voor jou uit? Ik verwacht dat ik meer mensen zal bereiken met de Surinaamse keuken. Ik heb mooie afspraken gemaakt dit jaar, of vorig jaar. Met grote ketens, met de Hanos, met de Kweker. De Jumbo had ik al een deal. En ik denk dat ik meer zal doen voor de Surinaamse keuken, want dat is mijn hoogste doel. Hoe ga je dat doen? Om mensen te bereiken. Om eigenlijk elke keuken die tropisch wil koken, een potje marinade in de koelkast te krijgen, weet je. Dus dat is mijn doel gewoon. Dit is geweldig. Het smaakt lekker. Ik ben sowieso fan van Surinaamse eten. Maar dit ken ik nog niet. Het smaakt heerlijk. Echt een aanrader. Ik wil dolgraag naar Paramaribo. Nou, dat moet hier wel lukken, toch? De stand van het eten, maar als het net zo lekker is als daar, als hier, dan zit het helemaal goed. Ja. En dan gaan we bij zijn moeder op visite. Aldus een verslag van Sam Jones vanuit Utrecht.